schokkend nieuws vanuit het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Dankzij Iers undercover onderzoek is gebleken dat er op grote schaal fraude wordt gepleegd met afgedankte racepaarden. In Ireland we have a love affair with horses. But what happens when they're no longer useful or they're too expensive to keep? De dieren die ooit miljoenen euro's opleverden, krijgen een nieuw paspoort en een nieuwe chip en gaan op transport naar slachthuizen in Europa. En dat doen ze omdat deze dieren heel vaak medicatie in hun lichaam hebben zitten en daardoor mogen ze niet geslacht worden voor consumptie. House of Animals ontdekte dat Nederlandse handelaren betrokken zijn bij deze fraude. Zo hebben we vrachtpapieren van een transport met te veel en zieke paarden in handen. Zien we hoe in no time 52 paarden worden geslacht en ontdekken we dat eerder voor fraude en dierenmishandeling veroordeelde handelaren hier volop aan meewerken. RTE Investigates goes across Europe to see exactly where our horses end up. It's really hard to trust the whole food chain when we face these kind of problems. Het internationale onderzoek laat zien dat paarden die vaak onder erbarmelijke omstandigheden vervoerd worden in Nederland en België een nieuwe identiteit krijgen met een valse chip en paspoort. Ze worden in feite omgekat om daarna in slachthuizen in heel Europa te worden gedood. Waaronder dus ook in Kerkdriel in Nederland. Het internationale onderzoek van het Ierse RTE Investigations, waar een House of Animals meewerkte, toont aan dat landen met te weinig toezicht en controle een belangrijke rol spelen in deze illegale keten. Gelukkig zijn er tijdens het grootschalige onderzoek ook paarden van de dood gered. Zo is een transport onderschept met 26 verwaarloosde paarden die op transport vanuit Dover naar Nederland waren. De vrachtbrieven die in ons bezit zijn, staan op naam van een Nederlandse paardenhandelaar die al eerder opgepakt is geweest voor soortgelijke handel. De paarden staan ondertussen weer heerlijk in de wei bij World Horse Welfare. House of Animals roept de NVWA op om strenger te controleren op transporten uit Ierland en het Verenigd Koninkrijk. En het slachthuis in Kerkdriel? Dat moet per direct gesloten worden. House of Animals gaat verder met dit onderzoek. En ondertussen hebben we een handhavingsverzoek gedaan bij de NVWA. Want er moet onderzoek worden gedaan en er moet veel strenger worden gecontroleerd. Op paspoorten, op chips, maar ook op de transporten van paarden. Hoe kan het dat de NVWA vorig jaar een waarschuwing voor voedselveiligheid deed uitgaan voor paardenvlees dat terecht komt op de Europese markt? En ondertussen komt dit allemaal gebeuren. Dit verhaal is nog lang niet ten einde. Mocht jij informatie hebben die je met ons wilt delen, dat mag ook anoniem. Mail dan naar investigations@houseofanimals.nl.